De GGD in Zeeland staat op omvallen als er niet snel miljoenen euro's bijkomen. Jarenlange bezuinigingen zouden de organisatie kapot hebben gemaakt. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Te veel jongeren lopen met een mes op zak. En wereldprimeur in Hans Weert. Goedenavond. De GGD Zeeland heeft miljoenen euro's extra nodig om zijn werk te kunnen blijven doen. Dat staat in een brief die volgende week wordt verstuurd naar alle 13 Zeeuwse gemeentes. Komt dat extra geld er niet, dan wordt de Zeeuwse GGD bedreigd in haar voortbestaan. De Zeeuwse GGD speelt een grote rol in de gezondheidszorg in onze provincie. Uiteenlopend van consultatiebureaus, schoolartsen en jeugdzorg tot de bestrijding van infecties zoals corona. Maar ook voor de bestrijding van geslachtsziekten en reisinentingen moet je naar de GGD. De GGD Zeeland telt alles bij elkaar 300 medewerkers en wordt onder andere betaald door de 13 Zeeuwse gemeenten en het Rijk. In 2015 was er al een grote bezuinigingsronde, omdat gemeenten vonden dat ze te veel geld kwijt waren aan de GGD. Dat resulteerde in minder personeel, maar ook bijvoorbeeld in het sluiten van een aantal consultatiebureaus in Zeeland. En we gaan naar verslaggever Ariane Lafort. Die staat voor ons bij het kantoor van de GGD in Goes. Ja, Ariane, is nou eigenlijk al duidelijk hoe dat tekort is ontstaan? Ja, je zou denken, de GGD is vast heel veel kwijt geweest aan vaccinatielocaties en aan teststraten. Maar daar zit het hem niet in, want dat geld krijgen ze allemaal terug van de overheid. Waar zit het hem nou wel in? Nou, volgens de GGD gaat het met name om de 13 Zeeuwse gemeenten die de afgelopen jaren zo hebben bezuinigd op hun bijdrage aan de GGD dat de organisatie werkelijk tot op het bot is uitgekleed. Hè. Staat ook in een schriftelijke verklaring die vandaag is uitgegaan. En aan de andere kant zegt de GGD. We krijgen dus veel minder geld van die 13 Zeeuwse gemeenten. Terwijl de vragen toenemen, hè? Jeugdzorg bijvoorbeeld. Maar er zijn ook bijvoorbeeld milieuvraagstukken bijgekomen. Denk dan bijvoorbeeld aan PFAS. Ja, wat betekent het eigenlijk voor de Zeeuwen? Verdwijnen er nu naar de consultatiebureaus nog meer voorzieningen? Ja, wie zal het zeggen? Volgens de GGD gaat het nu om de reactie van de 13 Zeeuwse gemeenten die volgende week een brandbrief krijgen met een voorstel, ja, zeg maar, ja, een opdracht om, ja, toch te kijken binnen hun eigen budgetten en miljoenen samen bij te gaan passen. Joke Gamers is directeur van de GGD Zeeland. Die heeft al tegen een Zeeuwse bestuurder gezegd: we gaan al door de financiële bodem. Er moet geld bij, anders kunnen we de Zeeuwen niet meer de volledige zorg bieden. Ariane, dankjewel. Burgemeester Van den Tillaar van de gemeente Vlissingen maakt zich grote zorgen over het aantal jongeren dat met een mes op zak rondloopt. Er vinden veel te veel steekpartijen plaats. De lontjes zijn veel te kort af en toe. Ik denk dat daar de ouders thuis een rol in kunnen hebben. Ik denk dat scholen daar weer een rol in kunnen hebben. Daar waar wij dat kunnen als gemeentes, ondersteunen we dat. Van den Tillaar zei dit na afloop van de stille tocht die gisteren werd gehouden ter nagedachtenis aan de 20-jarige René, die vorige week werd doodgestoken op het Bellamy Park in Vlissingen. Aan de tocht deden zo'n 700 mensen mee. Waar René graag kwam, laten we witte duiven los. Morgen vindt er nog een herdenkingsdienst plaats in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen, waarna René wordt begraven, gevolgd door een bijeenkomst in de kantine van voetbalclub VC Vlissingen. Dit ziet eruit als een alledaags werkje, maar het is een wereldprimeur. Op de dijk van Hans Weert zijn vandaag nieuwe stenen gelegd die zijn gemaakt van baggerspecie uit sloten en watergangen. Het idee is bedacht door een werknemer van het waterschap en wordt nu in de praktijk getest. Er zit nu 35% bagger in, bagger uit onze sloten, die we als waterschap moeten onderhouden. Aangevuld met wat grind, wat zand en een beetje cement. En dan wordt het onder hoge druk samengeperst, alsof er 15 vrachtwagens opstaan. En dan krijg je zo'n blok. Het is duurzaam, het is circulair, het is lokaal. En ja, een mooie dijk krijg je ook van, omdat je ook andere kleuren kan hebben. De proef loopt tot 2025. En normaal gesproken komen kidneybonen voor een groot deel uit Noord-Amerika tot nu. Want groente- en peulvruchtenfabrikant Hak haalt voortaan alle kidneybonen uit Zeeland. Voorheen was dit nog maar 25%, maar uit proeven blijkt dat de Zeeuwse bonen minstens net zo goed zijn als die uit Noord-Amerika. Daar ben ik enorm trots op. Ik denk dat het juist een hele mooie kans is om te laten zien wat voor moois wij hier in Nederland, in Zeeland specifiek,
kunnen telen, welke producten wij hier kunnen leveren, van welke kwaliteit. Ik heb hem geprobeerd op een wrap en hij smaakt daarom echt buitengewoon lekker. En als het aan de groenteproducent ligt, blijft het hier niet bij. We testen nog meer producten en ik denk dat er zeker nog andere exotische peulvruchten in de pijplijn zitten die we vanaf volgend jaar ook in Nederland kunnen gaan telen. En dan met name in Zeeland. Het aantal geweldsincidenten in Zeeland is deze zomer met ruim 50% toegenomen. Stond de teller vorig jaar op 21 openlijke geweldsincidenten, zijn dat er deze zomer 32. En ik praat erover verder met Simone Gideonsen. Ja, dat is een forse stijging. Denkt de politie daar ook zo over? Ja, de politie ziet ook dat er een flink aantal incidenten is geweest die vaak ook zeer ernstig waren en soms zelfs een dodelijk afloop hadden. Denk bijvoorbeeld aan het familiedrama in Wemeldingen waarbij twee mensen zijn omgekomen. Of de steekpartij op de kermis in Vlissingen waarbij een 15-jarige jongen gewond is geraakt. Ja, dat zijn allemaal heftige gebeurtenissen die ook veel aandacht hebben gekregen, waardoor die ook meer op zijn gevallen. En de steekpartij van afgelopen week, die dodelijk was, is niet meegenomen in deze cijfers. En ook niet die van afgelopen dinsdag in Middelburg, omdat de zomercijfers echt tot eind augustus gaan. Ja, dus die gaan we ongetwijfeld nog terugzien in andere cijfers. Nu was het natuurlijk ook mooi weer. Iedereen zat lekker buiten. Waren die stijgingen ook te zien in bijvoorbeeld het aantal burenruzies? Ja, die nemen ook gestaag toe. Dat legt Anja Rijlaarsdam van Buurtbemiddeling Zeeland uit. En ook de inwoners van Zierikzee ergeren zich wel eens aan hun buren. De buren ergeren zich soms aan mij. Het stijgt in het totaal geleidelijk. Hier in Schouwen-Duiveland doen we 60 tot 70 bemiddelingszaken per jaar. Nou ja, in de stad als de Neuzen doe ik er 160 per jaar. En dat stijgt stilaan, stijgt steeds meer. We zien ook wel de heftigheid toenemen. Ik kan bepaald gedrag vertonen waar zij zich aan ergeren. In dit geval ging het over onkruid. En dat heeft hij heel lang opgekropt en dan in één keer beginnen ze, komen ze een beetje dreigend over van wat zou je dat onkruid en dan krijg je een soort ruzieachtige sfeer, zeg maar. En niet alleen het onkruid is een punt waar we ons deze zomer over geërgerd hebben. En geluidsoverlast, parkeerproblemen, honden, katten, bomen. Nou ja, overal waar je maar een beetje ruzie over kunt maken, dat gaat mis. En dat komt een beetje omdat we erg individueel leven op dit moment. Dus mensen sluiten zich op in hun huizen en willen hun buren niet horen en ruiken. Dus nu doe ik ook de deur dicht en ik bemoei me ook met niemand meer. En wat staat nou op nummer 1 qua overlast? Dat is duidelijk geluidsoverlast. De buren naast mijn buren die zitten altijd in de avond zitten ze muziek te luisteren in hun tuin. En dan kan ik niet slapen bijvoorbeeld, want ze blijven ook tot laat. Uiteindelijk is goede communicatie de enige oplossing. Ze komen bij ons binnen, die rotboom en die schutting en hij parkeert verkeerd. En dan lijkt dat het probleem, maar dat is het nooit. Ze kunnen niet praten met elkaar, dat is het probleem. Als je een beetje verdraagzaam bent, dan is dat meestal ook wel op te lossen. En je zult dan inderdaad met de buren in gesprek moeten gaan. De jaarlijkse Vrouwen van Nu Verschilmaker Award gaat naar Nienke Slump uit Middelburg. Dat is vandaag bekendgemaakt. Ze krijgt de landelijke prijs voor haar inzet voor mensen die moeite hebben met het opkomen voor hun rechten. Ja, dit is wel een droom en ik ben er wel heel blij mee. En het geeft een enorme boost, ook aan ons hele team en aan onze organisatie. Slump was 28 jaar advocaat. 2 jaar geleden gooide ze het roer om en werd ze directeur van Stichting Samen Recht Vinden. Hier kunnen Zeeuwen terecht die met juridische problemen worstelen. De stichting probeert een oplossing te vinden zonder ingewikkelde procedures. Nou, wij proberen eigenlijk heel dicht bij mensen te komen om te zorgen dat als ze problemen hebben, dat we die oplossen. En dat juridische aspect kan daarbij helpen, maar soms ook helemaal juist niet. Volgens een collega heeft Nienke Slump de prijs dik verdiend. Nienke heeft enorm veel energie. Die is echt toomeloos. Die rent de trap op en dat gaat de hele dag door. En zij maakt bewuste keuzes om voor mensen klaar te staan die het harder nodig hebben dan jij en ik bijvoorbeeld. En dat vind ik wel een hele mooie kwaliteit. De passie om zich in te zetten voor mensen die het minder goed hebben kreeg de Middelburgse al vroeg mee. Ik ben geboren, zoals mijn moeder altijd zegt, in een heel goed nestje en een heel goed wiegje op een hele goede plek. En dat is me wel met de paplepel ingegoten. Dus daardoor heb ik wel het gevoel ook van ja, het is niet vanzelfsprekend en voor een heleboel mensen zijn dingen lastiger. En ik ben natuurlijk ook jaren advocaat geweest en ik zie dat voor sommige mensen dat recht
en heel moeilijk te betalen is en heel moeilijk te krijgen is. Gezien de trend van genderneutraliteit zou je de vraag kunnen stellen of een prijs voor vrouwen nog wel van deze tijd is. Nou, ik denk dat we niet beseffen hoe ontzettend veel er nog te doen is op het gebied tussen vrouwen en mannen. En er zijn natuurlijk allemaal thema's belangrijker, klimaat en Oekraïne en de gasprijzen en de inflatie. Maar ik denk dat er zo'n wereld nog steeds te winnen is tussen mannen en vrouwen. Dus er zijn echt toch af en toe mensen die hele enge dingen zeggen over de man-vrouwenrelatie. Ik denk dat we er nog lang niet zijn, helaas. En Inke Slump krijgt de prijs zaterdag uitgereikt in Utrecht. Na de overwegend natte en grijze dag van gisteren startte deze ochtend ook overwegend grijs. Maar in de loop van de dag kwamen er opklaringen met hier en daar nog wel een bui. Vanavond neemt de kans op regen toe en morgen weet het weer het eigenlijk ook niet. Want opklaringen, regen en onweersbuien wisselen elkaar af bij maximaal 16 graden en een sterke noordenwind. En het weekend, ja, dat is incontinent nat en winderig. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond.